Ik feliciteer onze burgemeester met het in hem gestelde vertrouwen en wacht met hem nu rustig het herbenoemingsbesluit af. Het besluit voor de tweede termijn werd bekendgemaakt door een speciale gemeenteraadscommissie. De start van Abu Talib als eerste islamitische burgemeester in Europa 6 jaar geleden verliep moeizaam. Leefbaar Rotterdam had moeite met een Marokkaan als eerste burger. En het zat hem ook niet mee. Vooral de rellen in Hoek van Holland zijn iedereen bijgebleven. Maar Abu Talib ontpopte zich als een warme burgervader. Geliefd in de stad met een heldere manier van communiceren. Nauwelijks kritiek dan ook nog vanuit de gemeenteraad. Wij hebben toch gezien dat burgemeester Abu Talib in de 5 jaar tot hij hier nu is, 5,5 jaar, echt gegroeid is. Nou, de heer Abu Talib heeft volgens de gemeenteraad gewoon meer dingen goed gedaan dan dat hij aandachtspunten heeft. Als je hem ziet met 1-op-1 met mensen, met vele Rotterdammers waar hij zich dagelijks voor inzet. En dat is wel iets wat deze burgemeester heel erg typeert. Ja. De Rotterdammers, mannen, vrouwen, jongeren, kinderen, ze hebben mij als het ware allemaal gedragen om te groeien tot waar ik toe gegroeid ben de afgelopen tijd. Ik ben Abu Talib geworden van nu dankzij ook het leren van heel veel mensen in mijn directe omgeving. De commissaris van de Koning neemt binnenkort in overleg het definitieve besluit over Abu Talib.